Maar. Ja, het is wel uh, RKC. Ajax uh, is om 9 uur. Om uh, kwart voor zeven is het PSV Volendam. Ajax presenteerde overigens vandaag een, uh, de jaarcijfers, net als Ajax. Uh, dus Ajax had een netto winst van 39 miljoen. Dan denk je, nou, het gaat daar helemaal prima. Uh, maar dat komt natuurlijk vooral door uh, krankzinnig veel transfers in het vorige boekjaar. Ja, Ik zag iemand nu... op Twitter danken aan Manchester United. Want, uh... ja, en die van nu die zijn nog niet uh, nee, gerealiseerd? Nee, nee, want het werkt nou eenmaal bij, uh, bij dit soort dingen. De 30 juni sluit de, ja. sluit het, uh, sluit de balans. Ja. Dus de transfers van Timber, Alvarez, Kudus komen Zit allemaal Die zitten er nog niet eens bij. Nee, die zitten er nog niet eens bij. De uitgaven zit er ook oh, in. De, exact. Ja. <laughs> dus, uh, maar komend jaar zal het wat ingewikkelder zijn in Amsterdam. Maar dat was ongeveer, want die berekening is toch ook al gemaakt. dat er iets van 45 miljoen over zou blijven. ten aanzien van het verkoop. en wat misliep dat gekocht. Ja. Heeft. ja, maar alleen Ajax start elk jaar wel ongeveer met 40 miljoen verlies. Uh, wat ze sowieso met transfers moeten goedmaken. Uh, of het... Champions League. En als je dan geen Champions League haalt, wordt het nog een grote verlies. Oh, ja? Oh. Ja. Dus uh, in die zin moet Ajax heel veel goedmaken qua transfers. Wat ze dus in principe ook wel doen, alleen ze varen heel scherp aan de wind. Begroten ook echt uh, overwintering Champions League. Of in ieder geval uh, flink uh, doorgaan in de Champions League. En wij waren bij PSV, die begroten, die begroten uh, Europa League. Ja, Begroten Europa League, halen de Champions League. Ja. En dat is ook de reden dat ze uiteindelijk nog uh, Lozano en Kotschap op het einde nog eraan toevoegen. Die als ze Europa League hadden gehaald uh, of in uh, de, de ja. Europa League terecht zouden zijn gekomen, hadden ze die spelers nu niet kunnen halen. En dat is uh, hoezo uh, wat we vanmiddag hebben uh, gehoord hoe, hoe Psv in zo'n window constant aan het schakelen is en aan het schuiven van. Uh, gaat uh, die speler weg, dan kunnen we die halen. Halen we de Champions League, halen we die er nog bij. En, en PSV heeft ook ingezet op, met name de, ja, in eerste instantie, het aanvallende gedeelte op orde zien te krijgen. En daarna, nou ja, hopelijk, kunnen we dan nog een, uh, een goede verdediger toevoegen. Nou, dat is met Kortschap gebeurd, die, uh, die eigenlijk is gekomen omdat PSV de Champions League uh, heeft behaald. Ja, en dan zie je ook hoe. Belangrijk en een, een trainer als Bos is geweest, dat die, ja, ondanks dat het korte termijn is geweest, maar die zoveel spelers meteen heeft doen laten groeien en nu in de Champions League eh, ermee kan spelen. Ja, ik denk dat die, um, ja, hoeveel je ook loopt te schuiven in die window, denk ik echt dat Bos misschien wel de allerbeste uh, transfer is geweest tot nu toe, want die zorgt er gewoon voor dat spelers weer allemaal in waarde stijgen. Nou ja, je ziet het, het, het verschil bij Ajax. Daar zijn alle waardes echt. Uh, nu hebben ze nog 40 miljoen winst. Uh, ik zie niet hoe ze die, uh, dat operationeel verlies, ja. wat Ajax ieder seizoen dus heeft, hoe je die gaat goedmaken met. Uh, en PSV heeft ook een structureel uh, operationeel verlies. Maar 10 miljoen maar. 10 miljoen maar. maar. Ajax begint dus met 40 miljoen. En PSV, ja, maar zie je Het is een beetje technisch maar, verhaal, jongens. Maar, maar afschrijvingen heb je dus: dat zijn je afschrijvingen die op de lange termijn op transfer zitten. Bij PSV 25 miljoen, bij Ajax kleine 60 miljoen. Ja, maar um, zie je, het, moet je voorstellen dat, dat als je kijkt nu naar de selectie van PSV en je kijkt naar de selectie van Ajax, hoe makkelijk het er voor PSV dat goed te maken is met transfer straks, en zie dat als Ajax maar eens voor elkaar zien te krijgen. want... Ja, je kunt kijken naar 40 miljoen winst of uh, 10 miljoen winst, maar je moet ook soms kijken naar het seizoen erna. Want dat wordt volgens mij voor Ajax uh, dat ziet er voor Ajax nog minder rooskleurig uit. Want ze hebben eigenlijk al hun parels uh, afgelopen zomer ah, het, verkocht. Het, het, Timber, kan wel, Alvarez, het kan wel Het kan wel. Misschien dat moeten we het nageven. Moeten het nageven? Hij heeft Darami toch nog heel goed uh, kunnen slijten. Uh, ja. Bessie, uh, waar we hier allemaal wel eens uh, om, uh, om hebben geginnikt, die, uh, die is uh, goed. Voor, dus ja. Het kan wel, dus misschien uh, dat uh, wat jongens die dit seizoen tegenvallen toch nog... Uh... Ja, het is alleen de vraag, oh, de reputatie van Ajax in Europa uh, gaat nu natuurlijk ook naar beneden. Dus ja. of, die, de, of dat blijvend is dat je die spelers uh, uh, nee, kan blijven verkopen? Nee. nee, dat denk ik niet. Want nee. uh, Champions League volgend seizoen zit er, zit er niet in. Zo, dat kan je nu wel al stellen. Kan je nu al doorstrepen. Nou, dus dan zal je die spelers ook niet... Uh, op dat niveau kunnen ontwikkelen, waardoor andere clubs die vermogend zijn geïnteresseerd raken. Dat zal Feyenoord en PSV wel hebben. Dus wat Kees zegt, ja. Uh, PSV heeft gewoon enorm goed ingekocht. Spelers waarvan je al sowieso weet van. Nou, daar krijg ik een X kwaliteit binnen mijn selectie. En die kunnen mijn team sterker maken. Plus een nou ja, trainer die het gelijk uh, op orde heeft. Ja. Dus wat, wat dat betreft doet PSV het gewoon supergoed. En ja. Wij genieten toch ook allemaal van PSV op dit maar, moment. Maar, maar Sian, dat zou dat dan ook gaan veranderen? Daar, waar je in het verleden altijd hebt gezien dat Ajax-spelers... echt voor substantieel hogere bedragen weggingen... dan ja, spelers die wel. het heel goed deden bij Feyenoord en PSV. Ja. Zou die, die, ja, die kering, zeg maar... Zeker. Gaat ik denk dat Jiménez daar een voorbeeld, uh, uh, voorbeeld Gimenez. van... Gimenez, Gimenez, ja. Dat die daar een uh, voorbeeld van zal zijn... waar hij in... Uh, Misschien Europa League, uh, um, nou ja, laten we zeggen 15, gaat hij nu misschien 30 en dan veel, vele malen hoger. Maar zo'n groot verschil is dat. Ja, ik... ik denk gewoon het dubbele. Ja. Dus als ze straks 60 miljoen ervoor vragen, ja, dat zou het zomaar kunnen. Waar Ajax spelers in de afgelopen tijd voor uh, 80 miljoen, dat wij echt dachten van 80 miljoen. Ja. Maar dat zal fijn. en PSV nu hebben, afhankelijk ja. van hoe goed ze het doen. Nou ja, het, is, ja. het is echt voor Ajax te hopen dat de diamanten van Michliet dat uh, ook daadwerkelijk. Uh, ik heb hem nog zat... niet gezien. Ik heb het ook nog niet gezien. Uh, maar, maar als dat niet zo is, dus als die spelers inderdaad best wel matig blijken te zijn, dan gaat Ajax echt een gigantisch probleem krijgen de komende jaren. Met, met, want ze hebben ja, jaren en dat vond, ik, want dat vond ik nog wel interessant wat ik dan hoorde bij PSV bijvoorbeeld. Wat er, uh, en PSV heeft het uiteindelijk nog goed kunnen oplossen, maar zij hebben ook jaren op Champions League begroot. Ja. In een verre verleden. Ja. Dat is bij hun financieel ook uh, verkeerd gegaan. Waardoor ze echt in de, in de schulden liepen. Toen hebben ze een deal gemaakt met de gemeente die de grond van het stadion uh, kocht van hun. Waardoor ze weer nou, ja, waarschijnlijk liquide middelen hadden, geld om weer te gaan spenderen. Maar dat is wel het gevaar waar je dan uh, tegenaan gaat lopen als club. Als je zo zwaar in je schulden gaat komen, dat je iets moet gaan verkopen van jezelf. Ja, ik vroeg Marcel Brands vandaag. Uh, ja, jullie zijn nu uh, horen bij de top 2 van Nederland. Kan je niet gewoon weer Champions League gaan begroten? Toen moest hij een beetje ja, dat smuik, heeft la al te maken smuik lachen. van, van. Ja, dat, heb ik al, dat hebben we al een keer gedaan. Toen hebben we de grond moeten verkopen. Dat ga ja. ik niet, uh, niet nee. zo snel weer doen. Nee. Uh, dus PSV, het is niet uh, aannemelijk dat zij snel zo of zo risico's zullen gaan nemen. Als Ajax uh, nee. de afgelopen jaren heeft gedaan. Nee.